David, jij speelde de tweede helft op de linksback. En het was een degelijke partij van jou. Ja, ik denk wel dat ik een goede indruk heb achtergelaten. En ja, boodschap is werken, werken, werken. Ik doe mijn best. Concurrentie is er, alles is er. Goede coaches die mij altijd 300% motiveren. En ja, het is aan mij om mij gewoon te bewijzen en het beste uit mij boven te halen. Ja, je speelde nu linksback, maar de vorige keer dat we je zagen was het rechtsback. De mensen praten een beetje over, ja, wat is eigenlijk de positie van die Boma? Hij is bij Antwerp weggegaan als aanvaller, teruggekomen als verdediger. Ja, ik ben inderdaad naar Beerschot gegaan. En daar ben ik ook als aanvaller gekomen. En ze hebben mij uiteindelijk dan op de rechtsback gezet en veel goed mee. En ja, ik heb goede wedstrijden gespeeld. En ja, Antwerp zocht nog een rechtsback en ja, Beerschot was uitgegaan en Antwerp is ja, mijn ploeg. En ik heb niet geaarzeld en ik zei ja. En hier ben ik aangekomen. De coach heeft mij nu geprobeerd op de linksback. Ik hoop dat ik hem heb kunnen overtuigen en ik moet altijd blijven werken, want het is nog niet perfect. Alle twee posities zelfs niet, maar ik doe mijn best en ik hoop dat dat goed is. Ja, wat is jouw voorkeur van positie? Als je dat mag zeggen natuurlijk. Rechtsback, maar altijd gaan. liefst, ik weet, ik ben eerst een verdediger, maar het liefst van al verdedigen eerst. En als ik me goed voel in de wedstrijd en de ploeg kan helpen offensief, dan doe ik dat met veel plezier. Ja, want snel ben je wel, hè? Ja, ik kan dat moeilijk van mijn eigen zeggen, maar dat zeg ik zo wel meestal tegen mij, ja. Oké, bedankt David en nog veel succes, hè. Dank je wel, dank je wel. Merci, man.